Dagteksten vrijdag 26 november 2021, Psalm 94, vers 9. Hij heeft het oor geplant, zou hij niet horen? Het oog gevormd, zou hij niet zien? Hij heeft het oor geplant, zou hij niet horen? Het oog gevormd, zou hij niet zien? Psalm 94, vers 9. En het leerwoord uit Matteüs 6, vers 8. Jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het vragen. Matteüs 6, vers 8. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij. Daarom is mijn hartje altijd blij. Dank u, Vader, dat wij zo tot u mogen komen om onze blijdschap te tonen en om u onze dank aan te bieden. Eren, u loven en prijzen. Weer een dag uit genade ontvangen. Een dag waarin wij opnieuw kunnen beginnen, waarop wij u kunnen loven en prijzen, waarop wij in uw dienst mogen staan, o Vader. U die ons hoort, een God die hoort, een God die ziet en ons opmerkt, o Vader. Dank u, Heer, dat u weet wat we nodig hebben en dat u ons alles geeft wat we vragen, als we dat vragen in de naam van Koning Jezus. Vader, uw genade is ons genoeg. U die ons geschapen heeft en ons voorbestemd heeft, gelukkig te zijn. U heeft ons geluk voor ogen en daar willen wij u voor danken. Wij willen u vragen, Heer, dat wij wederom met u gaan vandaag, dat u ons zoals altijd reinigt, ons vergeeft al onze ongerechtigheden en dat wij ook anderen mogen vergeven, zodat wij in uw licht mogen blijven. En dat wij uw bescherming mogen genieten. Dat u ons uit die boze rukt, Vader. En dat wij de verzoekingen die er allemaal zijn, o Vader, dat we ze weerstaan. Omdat we kijken naar u. Omdat onze prijs bij u ligt. Onze kroon heeft u verworven, ja Vader. En zo willen we tot u komen. Omdat wij weten, Heer, dat ons een koninkrijk wacht. En geef dat wij klaar mogen zijn, onze lampen brandende houden en gevuld met olie, maar ook klaarstaan met reserveolie die u ons geeft. Bij u kunnen we alles halen. Bij u vinden we rust. Bij u vinden we troost. Bij u vinden we kracht. Om door te gaan. Ja, Vader. Wij willen blij zijn. Dat wij met u op pad mogen gaan. Om te zegenen. Omdat u ons zegent. Omdat elke boosheid die over ons en anderen is uitgesproken. Dat we het bij u mogen leggen. Omdat u het verandert in zegen. U wil niets anders hebben dan onze voorspoed. En vandaar dat wij een ieder bij u willen leggen die verdrietig is, die wanhopig is, die wat er ook is, o Vader, dat zij mogen weten dat u de weg, de waarheid en het leven bent. En dat niemand tot u kan komen dan door de Zoon, Jezus Christus, die voor ons gestorven is aan het kruis, opdat wij genade mochten vinden in zijn ogen. Zo heeft u het gewild. Uw liefde voor ons is oneindig groot. Uw genade ook, o Heer. Vandaar dat wij u vragen dat u ook de zieken opricht. Dat u ook de zieken koestert. De wezen, de weduwen, de verlamden. Zij die een beperking hebben. Zijn wij dat niet allemaal, Heer? Als wij ons niet openstellen, mogen wij ook onze oren openen om te horen wat u
ons te zeggen heeft. Onze ogen te openen. Wilt gij aan ons openbaren, Heer, wat u van ons verlangt? Wij staan in uw dienst en wij gaan op uw pad van licht. Gedragen door uw geest. In de kracht van uw liefde, uw geborgenheid. Geef dat wij vandaag mogen weten dat alles wat wij zeggen, alles wat wij denken, alles wat wij doen, dat we dat doen in naam van Koning Jezus en het richten tot u. Want van u zij de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen, ja, amen.